De afgelopen jaren is het langzaam tot ons doorgedrongen. Wij mensen veroorzaken klimaatverandering en dat heeft grote gevolgen. We weten nu dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat de opwarming van de aarde binnen de 2 graden blijft. En dat is een opgave waar iedereen veel van zou merken. Sterker nog, iedereen zal mee moeten doen. Daarom hebben 192 landen in Parijs afgesproken om de CO2-uitstoot die voor de opwarming van de aarde zorgt, terug te dringen tot nul. Zodat de mensheid in 2050 geen klimaatverandering meer veroorzaakt. Bedrijven, instellingen en organisaties zijn met elkaar en met de overheid aan het werk om dit te realiseren. Deze film laat zien hoe we dit kunnen bereiken. Sommige dingen zul je herkennen. Van sommige dingen zul je schrikken. En in sommige dingen zullen we ons moeten schikken. Aan de andere kant levert het nieuwe en onverwachte kansen op. In ieder geval zie je nu voor het eerst hoe alle veranderingen zullen samenkomen en hoe dat ons land en jouw leefomgeving verandert. Onze samenleving heeft een enorme energiebehoefte en die zal alleen maar toenemen. Voor onze huishoudens hebben we elektriciteit en warmte nodig. Zo'n 20% van het totaal. Ons vervoer vraagt bijna net zoveel energie. En onze bedrijven en industrie vragen het meest. Zo'n 60%. De eerste stap op weg naar een klimaatneutraal land zonder CO2-uitstoot is dat we besparen. Besparen op ons energiegebruik. En dat gaat verder dan alleen zuinig zijn met licht, warmte en water. We zullen ons totale energiegebruik met zeker 2/3 moeten verminderen. Anders gaan we de klimaatdoelen gewoon niet halen. Daarvoor moeten we onze industrieën dus echt aanpassen. Aan de energiebehoefte die dan overblijft, kunnen we voldoen met energie die geen CO2 uitstoot. Een begin hebben we al gemaakt. Op de Noordzee wordt grootschalig elektriciteit gemaakt van een schone en hernieuwbare bron. De wind, die bijna elke dag gratis en voor niks waait. Er verschijnen windparken die ons land en ook andere landen van elektriciteit kunnen voorzien. Het is een groot gebied waar een groot deel van de stroomopwekking van Nederland zou kunnen plaatsvinden. Maar ook de zon is een machtige energieleverancier. Zij geeft ons elk uur genoeg om de hele aarde een jaar lang van energie te voorzien. We zijn alleen nog niet zo ver dat we al die energie kunnen opvangen en inzetten. Maar we zijn op weg. Elektriciteit uit zon kan overal worden opgewekt. Op je huis. Op je auto. Zelfs in je kleding. Zonne-energie wordt steeds goedkoper, terwijl het rendement van zonnepanelen blijft stijgen. Kortom, zon en wind zijn de grote motoren achter onze schone energie. En toch, met die twee alleen redden we het niet. Als je weet dat we op dit moment nog maar 11% van de Nederlandse energiebehoefte met hernieuwbare bronnen opwekken, dan wordt de opgave voor ons allemaal duidelijk. Dus, hoe komen we naar 100% klimaatneutrale energie in 2050? Wat is onze route daarnaartoe? Ja, zon- en windenergie zijn onze uitgangspunten. Maar ze sluiten nog niet aan op onze behoeften. Wanneer er weinig of geen zon en wind is, hebben we een tekort aan elektriciteit. En wanneer er veel zon en wind is en er wordt meer gemaakt dan we gebruiken, dan kunnen we het overschot niet in grote hoeveelheden opslaan. Naar een oplossing voor opslag wordt dus naarstig gezocht. Momenteel lukt het ons om volledig in onze energiebehoeften te voorzien doordat we elektriciteitscentrales gebruiken die op fossiele brandstoffen draaien. En die produceren CO2. We gaan daarom de grootste vervuilers, kolencentrales, zo snel mogelijk sluiten. Elektriciteitscentrales op gas kunnen we langer gebruiken. We zijn nu nog hoofdzakelijk aangewezen op aardgas. Van de fossiele brandstoffen nog het minst belastend.
maar we willen zo snel mogelijk andere, hernieuwbare gassen gaan inzetten. Dat zijn we nu aan het ontwikkelen. Zo zijn we in staat om teveel geproduceerde zon- en windenergie om te zetten van elektriciteit naar waterstof. Een schone brandstof die niets anders uitstoot dan waterdamp. We maken dat door middel van elektrolyse. Als je water samenbrengt met elektriciteit, dan wordt het water gesplitst in zuurstof en waterstof. En omdat we hier duurzame elektriciteit gebruiken, noem je het groene waterstof. En dat kunnen we makkelijker en goedkoper opslaan en vervoeren door de bestaande pijpleidingen in Nederland, waar nu aardgas doorheen stroomt. Waterstof is bijvoorbeeld een oplossing voor de industrie die voor haar processen enorm veel warmte nodig heeft met een zeer hoge temperatuur. En dan bedoelen we geen 100 graden. Die hoge temperatuur kunnen we niet bereiken met elektriciteit, wel met waterstof. Ook het professionele vervoer met zijn grote afstanden lonkt naar waterstof. In het straatbeeld zien we naast elektrische bussen daarom ook waterstofbussen verschijnen. Groene waterstof is kansrijk, maar het aanbod is nog klein. Het duurt nog vele jaren voordat we dit grootschalig kunnen inzetten. En in de energietransitie hebben we haast. Dus in de tussentijd zullen we de CO2-uitstoot die we toch nog niet hebben kunnen terugdringen bij grote industrieën, opslaan onder de grond. Dat kan in lege olie- en gasvelden onder de zeebodem. Ook het land geeft ons kansen voor het terugbrengen van CO2. Biogrondstoffen die we niet nodig hebben voor voedsel kunnen daarbij helpen. Zoals de stengels en bladeren van maïsplanten. Organisch restafval zoals houtresten van verantwoorde bosbouw, waarbij geen bomen in aantal verdwijnen. En groente, fruit en tuinafval vormen allemaal biogrondstof. Die wordt verzameld en bacteriën in grote vergistingsinstallaties zorgen ervoor dat er gassen ontstaan. Groen gas. Dat levert groene energie op. Biogrondstoffen zijn ook een kans om de chemische industrie te vergroenen. Want die is al met al goed voor 40% van onze CO2-uitstoot. Biogrondstof zorgt niet alleen voor energie. We kunnen daar heel goed koolstof uithalen. En dat is de belangrijkste bouwsteen voor het maken van tal van onze producten. Dan hebben we daar geen aardolie meer voor nodig. En ook dat scheelt CO2-uitstoot. Eén ding weten we zeker. De weg naar 2050 is er eentje van samenwerking tussen de verschillende energiebronnen en soorten. We kunnen niet kiezen voor één energiesoort. We zullen het en-en moeten doen. Want de CO2-uitstoot van 7 miljard mensen op onze kleine planeet is te groot. En de tijd die we hebben om de opwarming van de aarde tot stand te brengen is te kort om het rustig aan te doen. Dus we maken haast met een van de grootste energieslurpers. De warmte die we voor onze woningen nodig hebben. Die moet je niet onderschatten. De verwarming van je huis vraagt 4 keer zoveel energie als de elektriciteit die je in je huis verbruikt. Dus hier valt veel te winnen. We zijn begonnen om de gebouwde omgeving te vergroenen. Voor nieuw te bouwen huizen met goede isolatie is de HR-ketel verleden tijd. In plaats daarvan krijgen we warmte van een elektrische warmtepomp die de warmte uit de grond, aardwarmte, of uit de buitenlucht op temperatuur brengt. Voor de miljoenen bestaande en vaak oudere woningen is dat een te grote operatie. Maar hier is het wel effectief om een hybride warmtepomp in te zetten. Deze kan naast elektriciteit op koude dagen als de stroomvraag te groot wordt gebruik maken van het bestaande gasnet en later kan dit op waterstof draaien. Dieper in de aarde zit nog meer warmte. Van 2 kilometer onder de grond kunnen we water van 80 graden Celsius naar boven halen. Geothermie kan hele wijken van warmte voorzien. Wonen en leven zal er in 2050 anders uitzien. Nieuwe woningen zullen geen energie meer vragen, maar worden energieleveranciers. Huizen in de wijk wisselen op slimme wijze energie met elkaar uit. Onze auto's zijn elektrisch en zelfrijdend. We werken veel vanuit ons huis. Er zijn daarom veel minder auto's nodig en we hebben dus meer groen. De scheepvaart stoot geen CO2 meer uit en vliegtuigen gebruiken duurzame brandstof. Onze energietransitie brengt vele veranderingen en daarmee ook innovaties met zich mee. Waarmee we ons leven niet alleen veilig stellen, maar meteen ook verbeteren.
Het brengt veel werkgelegenheid en exportkansen voor Nederland. Het wordt gerealiseerd door mensen die zijn gericht op vernieuwing. Met inventiviteit, met verbeeldingskracht en creativiteit. Die oog hebben voor de natuur waar alles in een cyclus werkt. En bovenal, het komt tot stand doordat we samenwerken. De energietransitie kwam langzaam op gang, maar begint steeds meer vorm te krijgen. We maken werk van groen gas. Ontwikkelaars zetten sterk in op waterstof. En er wordt nauw samengewerkt met de collega's van zonne-energie, windenergie, aardwarmte en biogrondstof. Het is een gezamenlijke tocht. En de weg vooruit is de moeite waard om voor te werken. Nederland klimaatneutraal in 2050. We denken dat het kan. We weten dat het moet. Onze experts noemen dit de grootste opgave waar de wereld ooit voor heeft gestaan. En wij in Nederland staan daar middenin. Als energieprofessionals zetten we ons in. Maar we weten dat uiteindelijk jij het verschil zult maken. Jouw keuzes, jouw vindingrijkheid en de manier waarop jij je maatschappij en je overheid meeneemt richting klimaatneutrale keuzes bepalen hoe veilig en leefbaar onze toekomst zal zijn. Deze routekaart hebben we getekend op basis van de kennis van vandaag. Het loopt altijd anders dan we hadden gedacht. Misschien wel doordat jij daar je eigen unieke bijdrage aan gaat leveren. Nederland klimaatneutraal in 2050. Het geeft ons allemaal nieuwe energie.